Misschien staat er voor uw supermarkt ook wel zo'n dranghek met een groep kinderen erachter, bedelend om ruimtevaartplakplaatjes. Gelukkig zeg, ik heb er precies genoeg. Dank u wel. Okay. De 11-jarige Tijmen heeft zijn boek bijna vol. Hij is misschien wel de grootste ruimtevaartfan van het land en hij wil graag astronaut worden. Ik wil graag lekker zweven, dat lijkt me ook leuk. Zijn belangrijkste missie, buitenaards leven ontdekken. We willen ook wel heel graag weten of er echt buitenaards wezen bestaat. En dat vind ik best belangrijk, zodat we ook contact kunnen opnemen met die buitenaardse wezens. Enthousiaste kinderen zoals Tijmen zijn hard nodig, zegt astronaut André Kuipers. Ruimtevaart zit overal in en is ontzettend belangrijk. En het is meteen een mooi platform om te laten zien, hey, het is allemaal techniek, allemaal wetenschap, terwijl het heel exotisch is. En dat stimuleert jongeren om die kant op te gaan. En dat hebben we hard nodig. We hebben een tekort aan technici. Industrieën zitten daar, die smachten daarnaar. Kuipers opende vanmiddag een nieuwe tentoonstelling in de Space Expo in Noordwijk. Met allemaal spullen die echt in de ruimte zijn geweest. Dit is het pak wat hij aan had in Apollo 13. Ja, wij kennen Apollo 13 van Houston, we have a problem. Yes, die vlucht is het dus. En dit is wat een van die astronauten daadwerkelijk aan had. Dus het zijn de echte spullen. Zo aan het eind van de dag heeft Tijmen ook nog een magisch momentje. Eigenlijk in het ISS. Heerlijk. Het is hard werken, maar je zweeft daar lekker rond als een vis in het water. In november treedt Kuipers op in de Ziggo Dome. Hij neemt mensen dan mee op een virtuele ruimtereis.